Dit is het DRTV nieuws van dinsdag 13 november met vandaag makeovers bij de Bloemendal, Duitsers doen werkervaring op in Deventer en Politiek Café over nieuwbouw Adelaarshorst. Welkom bij het nieuws van Deventer Televisie. De bewoners van woonzorgcentrum De Bloemendaal kregen gisteren een makeover. In samenwerking met de Lions Club Deventer organiseerde zorggroep Solis gisteren een speciale dag voor een aantal bewoners van De Bloemendaal. 22 uitgeloten bewoners werden de hele dag verwend door kappers, stylistes en masseuses. Wij zijn eigenlijk elk jaar opnieuw aan het kijken wat is nou leuk om op een woonzorgcentrum van Solis te doen. En we hebben eigenlijk 3 jaar geleden zijn we begonnen met de metamorfose van medewerkers, vorig jaar van vrijwilligers. En dit jaar durfden wij het aan om het met bewoners te doen. Je zou het eigenlijk alle bewoners gunnen, maar dat lukt dan niet. Dus uiteindelijk is er 1 iemand uitgekozen voor de metamorfose en 21 anderen die dus die schoonheidsbehandelingen hebben gehad. Mevrouw Gerritsen was de gelukkige die op 93-jarige leeftijd de metamorfose mocht ondergaan. Een prachtdag, nooit te vergeten. Dat is echt een dag die me bijblijft, echt waar. En doet u dat zelf normaal ook, op een normale dag? Nee, dan doe ik het. Nou niet meer. Vroeger kon, maar nou nee, ik gaf er helemaal niet meer om. Maar ik vind voor zo'n dag, dan moet dat kunnen. Ik ben bij de kapper geweest, ik heb mijn haar netjes. En al worden mijn voeten gedaan. Nou, dat is toch wel weer een uitkomst, hè? En nou worden zo meneer mijn nageltjes van de handen nog weer gelakt. Dus ik word wel verwend vandaag. Ja. Ja. Mooi, hè? Heel mooi. Ja. Ja, is goed hoor. Dank u wel. Ik zag vandaag een hele hoop vrouwen. Hebben er ook nog mannen meegedaan? Nou, dat heb je goed gezien. Kijk, het is natuurlijk wel nog steeds zo dat vrouwen ouder worden als mannen. Dus als je in een woonzorgcentrum kijkt, zie je altijd meer vrouwen als mannen. Maar er heeft vandaag ook 1 man meegedaan. En die zag er op het laatst ook heel anders uit. Want die meneer die had een baard en haren. En hij heeft echt ook van alles gedaan. Ja, erg leuk. Ja. Het waren wel allemaal vrouwen, maar goed. Men vond het leuk dat er ook eens een keer een man bij was. Dus heb ik me opgegeven. De meisjes van, of de dames van de make-up, die hadden wat moeite met mij. Die hebben alleen een beetje een gezichtsbehandeling gedaan en verder voor de rest niks. Dus ik was daar binnen een kwartiertje weer weg. En wat was eigenlijk het leukste? Zoals je kunt zien, de kapper, hè. Dat was het voornaamste en daarvoor had ik eigenlijk ook alleen maar meegedaan. Een dag om niet te vergeten, echt waar. Afgelopen maandagavond heeft het Politiek Café weer plaatsgevonden. Deze stond dit keer in het teken van de mogelijke nieuwbouw bij Go Ahead Eagles. Commissaris Bert Doornenbos gaf onder meer zijn visie over het financiële plaatje. Omdat we de zaak zo goed onder controle hebben, de begroting iedere maand confronteren met de werkelijkheid. Ja. Zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar dat we dus nu ook al constateren dat dit seizoen we op een verlies afstevenen. Kortom, we moeten bezuinigen en tegelijkertijd moeten we zorgen dat we investeringen gaan doen die meer gaan opbrengen dan ze kosten. Ja. En dat is de reden dat we nu met die skyboxen bezig zijn. Dat plan zijn we al een eind mee op weg. Ja. Die investeringsbeslissing, die moeten we nog nemen. Ja, want jullie bouwen dan op het dak ongeveer van de huidige hoofdtribune gewoon een extra laag waarin dan bedrijven ruimte kunnen gaan huren. En ja, dat moet dat gewoon een paar ton per jaar, hè, zei je eerder al een keer, hebben ongeveer dan opleveren. Dan moet bruto een paar ton per jaar en netto ook toch wel een flink bedrag opleveren. maar los daarvan, nee, ik vind dat wij niet voor directe financiële steun naar de overheid toe moeten. Wij moeten onze eigen broek ophouden, dat vind ik ook. Ja. Maar alle hulp, immaterieel of materieel, is natuurlijk wel erg welkom. Jawel. Ik vind dat als wij als organisatie, die ook belangrijk is voor veel mensen in de stad, ook voor de naamsbekendheid van Deventer, ontzettend veel mensen in Deventer en in de regio, die zijn hartstikke gek met die club. Ja. Of ze gaan naar de wedstrijden, of ze lezen de krant, ja, of ze praten erover. Go Ahead is ontzettend belangrijk voor veel mensen.
Ook was er voor supporters een mogelijkheid om te reageren. Go Ahead Eagles is ook aan het dagdromen. Van doelpunten, kampioenschappen en skyboxen in een verbouwd stadion. Van Engelse sferen en veel publiek. Prachtige toekomstplannen weer. Maar geen cent te makken. Ik vraag me af hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de gemeente en Go Ahead Eagles niet tot een financieel 1-2'tje kunnen komen. Binnenkort kunt u bij DRTV hier meer over zien in een reportage. Het grote en voorste van zorggroep Solis doet momenteel net als diverse andere instellingen in Deventer, zoals het Archeologisch Depot, de Geert Grote Universiteit, Stichting Natuur Anders en het Stedelijk Archief, mee met een project van het Europees Sociaal Fonds om Duitsers met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te bieden. Een van hen is Stefanie Laas uit Schwelm. Ze werkt sinds 2 weken in het grote en voorste op een afdeling met dementerende senioren. Het is heel leuk omdat ik heel veel nieuws zien kan en leren kan. En de Nederlandse mensen zijn heel hilfsbereid. Ik ken dat woord niet. En ik kan zelfstandig iets doen hier. Ze laten me oefenen en ze laten me proberen. En ze helpen me ook. Dat is heel leuk. Impuls EN is een project om oudere Duitse werklozen, ouder is natuurlijk een beetje relatief tussen de eind 20 en midden 50, door het verblijf in Deventer een nieuwe kans te geven. Ze krijgen een impuls door het verblijf in Deventer, ze leren hun mogelijkheden kennen en daardoor hun kansen op werk in Duitsland te vergroten. Ja, ik heb het in de krant gelezen en dan heb ik meer informatie ingehaald. En ben dan de mening geweest dat ik dat doen wil. En zo is dat begonnen. Bij het grote en voorste wordt de inzet van Stefanie positief ontvangen. Zeker weten, heel positief. Van twee kanten heel positief. Bewoners reageren ook leuk op haar. Nou, zij gaat dan leuk met de bewoners om. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dus dat gaat allemaal heel goed. Ja. Ook het Stedelijk Archief heeft iemand uit Duitsland met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. Dat is Biggie Kaul. Ze blijft net als Stefanie 6 weken in Nederland om werkervaring op te doen. Kees Tromp, teamleider erfgoed, is blij met haar. Ja, bevalt mij zeer goed. Ze is bezig met het invoeren van wat wij noemen de retroacta van de burgerlijke stand. In 1811 is in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd. Voor die tijd werden er in kerken allerlei administraties gevoerd. Over het dopen, trouwen, begraven, dat soort zaken. Die zijn na 1811 gevorderd, want dat kon de overheid toen erg goed gebruiken. We hebben al die akten gedigitaliseerd. Die zijn op internet beschikbaar, alleen nog niet op naam doorzoekbaar. En daar is zij nu mee bezig, met het invoeren van die namen. Dat moet met de hand gebeuren. Tijdrovend klusje. Maar ja, het OCR van een middeleeuws handschrift is helaas nog niet mogelijk. Althans, hier is dat nog niet mogelijk. Zij voert dat met de hand in en dat wordt op die manier voor het publiek toegankelijk. En daar zijn we zeer goed mee geholpen. Aan in totaal 90 Duitsers worden werkervaringsplekken aangeboden. Tot nu toe zijn er 30 geweest. Het project loopt door tot 2014. Tot nu toe bevalt het goed. De inzet van de mensen is erg goed. Er zitten natuurlijk altijd wel wat mindere mensen tussen. En dat merk je pas als ze hier zijn. Maar zeg maar dat 75-80% van de mensen ervaart het als zeer positief. De stad is erg leuk, erg mooi. Het oude gedeelte vinden ze erg mooi. De mensen, maar ook de manier waarop de mensen in de instellingen met de medewerkers omgaan, worden iedereen als zeer positief ervaren. En ook nadat ze in Duitsland terug zijn, komen ze vaak voor bepaalde evenementen toch nog weer terug naar Deventer, naar kennissen en dergelijke. Aan het eind van het project, als dus alle 90 Duitsers hier gewerkt hebben, zal gekeken worden of het project ook omgekeerd kan plaatsvinden.
Of dan dus Nederlanders met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt in Duitsland kunnen gaan werken. Voor alle muziekfanaten was er afgelopen zondag in café De Vrienden van Vroeger een muziekquiz. Vragen als... Wie heeft John Lennon vermoord? Werden er gesteld. En mocht u benieuwd zijn naar het antwoord, dan kunt u deze aan het eind van het item terugvinden. Dit is voor het eerst dat de quiz in het café gehouden wordt. Maar waar doen ze dit allemaal voor? Eigenlijk voor de gezelligheid ten eerste. Ten tweede voor toch een beetje promotie voor ons café. En omzet, hè? probeer toch wel wat naamsbekendheid en wat geld te verdienen. Toch wel. Ook met een quiz. Moet dat kunnen. 10. Idem dito. Titel artiest noemen. Er is een dame die zeker is wat goud... nog een keer. Er is een dame die zeker is alles wat blinkt is goud. En ze kopen een trap naar de hemel. Nou, dat is een makkie, toch? Nou, ik heb wat vragen gevolgd, maar je moet nog wel een redelijke goede muziekkennis hebben om dat allemaal te weten. Ik weet ongeveer niet de helft. Nog niet de helft. Maar er zijn echt experts die hebben echt 80-90% goed van de vragen. Daar staat een team. Ik hoor daar niet bij. Maar vind ik ook niet zo erg en ook niet zo heel erg belangrijk. Het is ook gewoon leuk om mee te doen. Hè? Meedoen is belangrijker dan winnen. Hoe kom je aan al die vragen? Dat is een samenraapsel van dingen verzinnen en dingen opzoeken. En soms dingen horen op de radio, inspiratie krijgen. Soms uit Songpop in Facebook. En het is een combinatie omdat het thema eraan gegeven was vroeger en nu. Heb ik gewoon nieuwe dingen erbij gezocht en oude dingen erbij gezocht vandaag. Dus die muziekquiz die organiseer je vaker ook, dus op andere plekken? Ik doe het inderdaad ook in een ander café. En ik doe zelf regelmatig ook mee aan quizzen waar ik die ik niet organiseer. Alleen natuurlijk zelf ook behoorlijk wat van vragen die je weer kunt gebruiken. Ja, je doet altijd weer inspiratie op bij andere quizzen. Dus daar leer je weer van. En daar kan je ook weer dingen uithalen en dat is hartstikke leuk. Wat is de hoofdprijs? Als ik het goed heb, een kistje wijn. En er zijn dinerbonnen ter beschikking gesteld. En voor de rest laat ik me graag verrassen. Gaat het nu vaker gebeuren, deze quiz? Dan moeten we nog even kijken. Waarschijnlijk wel, maar niet elke maand. En ook niet elke twee maanden. Misschien één keer. Misschien straks in het voorjaar weer een keer. Waarschijnlijk wel. Heel waarschijnlijk, ja. En nu het antwoord op de vraag over John Lennon. Nummer 13. John Lennon is naar het verluidt neergeschoten door Mark David Chapman. Uiteraard is daar een complottheorie over, maar dat is wel het officiële verhaal. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl.